Tijdens de behandeling van de begrotingen voor het dienstjaar 2018 hebben diverse parlementariërs aangedrongen op een corruptievrij grondbeleid bij het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, RGB. Dit naar aanleiding van de prikkelen tussen het personeel van het ministerie en directeur Leandra Woei. Er wordt geëist dat de directeur vertrekt omdat zij onterecht mutaties zou hebben doorgevoerd. Deze kwestie is onder de aandacht van de regering gebracht door de PL-parlementariërs Ingrid Kartabink en William Waidu. Wij voeren nu terug naar het fragment uit DNA. EB, het is nu fire, voorzitter. Directeur, personeelsleden eisen. En had een gesprek met de voorzitter van CLO. Eisen de aftreden van de directeur van ROGB. Mijn vraag nu is, in het kader van anticorruptie, wanneer de directeur bezig is alle vuil op te ruimen door reshuffelen, dan ondersteun ik de directeur. Dan roep ik de directeur op om die informatie met ons te delen wanneer er ambtenaren daar zijn die bonzen, politieke bonzen en ondernemers faciliteren. Maar als de directeur zonder reden en de ambtenaren goed bezig zijn, juist omdat ze goed bezig zijn, dan breng ik het in het licht van de verhuizing van ROGB. Dan roep ik die ambtenaren op. Deel die informatie met ons. Voorzitter, het lid heeft naar voren gebracht dat er ook problemen zijn bij het ministerie van ROGB. Voorzitter, via u aan het ministerie of de minister. Als er daar ook een kartelvorming is, kartelvorming, want het lijkt als er overal kartelvormingen zijn, voorzitter, ruim het op. Want de hoofdverantwoordelijke naar een minister uitdragen. En dadelijk autaki, anomie, naar grondinspectie of naar advisamikis dappe. Voorzitter, ruim de kartelvormingen op bij alle ministeries. DNA-voorzitter Jennifer Geling-Simons riep het parlement op de meest brandende vraagstukken, waaronder ook de grondproblematiek, in eenheid op te lossen. Vooral als Suriname nu in een crisis zit, zei ze. Hoewel het lid Waidu het soms natuurlijk ook ludiek weet te brengen, hebben we een aantal zeer serieuze zaken hier aan de orde gehad. En ik denk dat het parlement in vrij grote eenheid de regering oproept om naar deze zaken te kijken. Natuurlijk zal het grondbeleid, dat is altijd in elke begrotingsbehandeling, nog weer aan de orde gesteld worden door andere leden. Maar ook daar is de oproep duidelijk. En in feite is de oproep van het parlement in het algemeen: laten we de crisis samen het hoofd bieden, maar het kan alleen als alles echt transparant gaat en we allemaal weten in welke richting we werken, dan denken we dat we het gaan oplossen en dat we eruit gaan komen. DNA-voorzitter Jennifer Geling-Simons afgelopen dinsdag tijdens de begrotingsbehandeling, waarbij onder andere het grondbeleid breedvoerig is besproken.